Dit is Jon Bluming, de man die momenteel op de wereld de enige houder is van de tiende dan voor karate en judo. Een titel die normaal verleend wordt aan een Koreaan of een Japanner. Hij is een bijzonder werelds grootste expert te noemen op het gebied van de Oosterse vechtsporten. Niet verwonderlijk heeft Jon vele jaren doorgebracht in Azië. En heeft daar niet alleen zijn liefde gevonden voor de Japanse watertuin, maar ook voor de hele Japanse levensideologie. Alhoewel hij veel de wereld rondreist, woont hij in Nederland en hier vinden we dan ook zijn fraaie Japanse watertuin. Als je erheen loopt, waan je jezelf in een tuin van een eeuwenoude tempel in Kyoto. Mos bedekt de versleten flagstoneplaten waarover je loopt. Deze vormen een pad door de gehele tuin. Een kuur aan bomen en planten, vele zijn ze fraai en exclusief gegroepeerd, naast de nodige Japanse ornamenten en lantaarns. Jon heeft deze tuin zelf ontworpen, zo'n 25 jaar geleden, met de vijver als centraal uitgangspunt. Zijn eerste ontmoeting met de Japanse tuin was gedurende zijn opname in een ziekenhuis, tijdens een zware verwonding opgelopen in de Koreaanse oorlog. Hij werd direct verliefd op de simpele eenvoud van het geheel en zwoer terug te komen naar Japan. Terwijl zijn carrière als beoefenaar en leraar van de oudste vechtsporten zich verder ontwikkelden, werd hij uitgenodigd om lid te worden van de elitevereniging van de 25 beste vechtsporters van Japan. En toen zag ik hem in het tuintje bezig toen ik met mijn Amerikaanse vriend daar kwam. En was hij een takje aan het knippen en nog. En toen zegt mijn vriend nog, het is toch wat hè, als je zo'n grote vechter bent geweest en dat je dan daar in je tuin een takje aan het knippen bent. En zei, verdorie, ik hoop niet dat wij op die manier oud worden. Nou, er gaan jaren voorbij. Ik had mijn tuin voor elkaar. Ik werd een beetje volwassen. En ik, een paar jaar terug sta ik in mijn tuin mijn penis te knippen. En ineens schiet me dat in mijn gedachten. En toen was ik hardop aan het lachen. Ik denk, wat is het voor een rare wereld. Ik heb dezelfde beetje zo'n kimono aan. Ik heb mijn rode band ook, als tiende dan. En dan sta ik in mijn eigen tuin sta ik ook takjes te knippen. Maar ik voel me helemaal geen abel lul. Door de jaren heen werd Jon meer en meer gefascineerd door de Japanse levensstijl. Hij heeft altijd al een Japanse tuin in gedachten gehad, met veel beplanting in plaats van type dat bestaat uit slechts een rotspartij en wat zendtekens. Zijn tuin is nu 25 jaar oud en ziet er uitermate volwassen uit. De grootste zorg is nu om ervoor te zorgen dat de planten alle in de juiste vorm getrimd blijven. Hier is veel werk voor nodig. Alhoewel de vijver gefilterd wordt door een groot en prima functioneerd filter, is het altijd de bedoeling geweest om het geheel een natuurlijke aandacht te geven. Een natuurlijk habitat voor de karpers. Er zijn hier zo'n 25 koois aanwezig. De mooiste is de koyaku. Sommige vissen zijn zeer prominent aanwezig en komen altijd als eerste op de oppervlakte om het voer te accepteren. Voor Jon waren de koois niet het belangrijkste van het geheel, maar slechts een onderdeel van de tuin. En het is door de jaren gegroeid. Toen zag ik op een gegeven moment in de nieuwe Otani zag ik al honderden karpers in die grote vijver daar. Ik denk, joh, dat moet ik ook doen. Ik ben een vijver gaan graven. Nou ja, 6 weken later was ik nog aan het graven. Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen en het is ook weer een heel gedoe geweest om de juiste filters erin te krijgen, om de juiste karpers. Ik heb vreselijk veel doden gehad totdat ik het op een gegeven moment door had. Met een ziekenboeg in mijn schuur gebouwd en filters en nu heb ik weinig ziekte meer. De karpers doen het goed, ik heb er nou zo'n stuk of 30 in de vijver en dat gaat gewoon fantastisch. En ik heb dus verschillende soorten, verschillende kleurencombinaties. En de karper staat ook zo'n beetje voor het doorzetten en lang leven, hè? Sturdiness, ruig. Jon geeft toe geen kooi-expert te zijn. Maar wat alles voor hem zo bijzonder maakt, is simpelweg naast de vijf te zitten en te genieten van het kleurenspel, van het geheel en de tuin.
Let eens op de bank die gesitueerd is aan de zijkant van de vijver, vlak bij de waterval. Het geluid van stromend en kabbelend water is een belangrijk onderdeel van de Japanse tuin. Dit is hier zeker geen uitzondering. Sommige van de hoogste bomen heeft hij 20 jaar geleden in Amsterdam gekocht na afloop van de Floriade al daar. Hij betaalde er toen slechts een schijntje voor. Ook toen al waren diverse van deze bomen zeer zeldzaam, maar nog niet erg gewild. Veel van de bomen zijn net als de planten in tussentijd tweemaal zo groot geworden. Allen hebben een oriëntaals uiterlijk dankzij Jon's trimmen. Er is niets met grote haast gedaan, maar juist in uiterste rust. Alhoewel een vijver als deze veel onderhoud vraagt, valt alles nog erg mee, dit omdat het geheel uitermate goed gerijpt is. Heden ten dagen wordt er veel aandacht gespendeerd aan topkwaliteit dieren, en zeer dure. Het is ook een verademing om te zien dat er hier ook normale koois aanwezig zijn, als een bijzondere decoratie voor deze fantastische tuin. Dit is zoals in feite de koois bedoeld waren, om ons veel genoeg te verschaffen, terwijl men tegenwoordig vaak te veel oog heeft voor zeer dure dieren en de een en de andere show bezoekt om weer nog meer exclusieve dieren te zien. Jon Bluming leidt zonder enig twijfel een kleurrijk leven. Als voormalige persoonlijke bodyguard van prins Bernhard heeft hij meer meegemaakt dan de meeste van ons. Maar hoe dan ook, er is altijd weer dat ene plekje in zijn huis waar hij zich kan terugtrekken na een jacht op bestaan. Tegenwoordig is er niets meer dat hem meer genoegen schenkt dan zijn tuin en zijn koois. Een ieder van ons heeft een eigen doel in leven. Het ligt in de menselijke aard om diverse doelen te stellen en deze ook mogelijk te bereiken. Voor Jon, een man die zijn jeugd op de straat van Amsterdam leefde en om eten voor zijn zuster en moeder te kunnen krijgen, vaak moest bedelen of zelfs moest stelen, is zijn doel bereikt door simpelweg te kunnen relaxen in zijn tuin samen met zijn vissen. Dit alles is voor hem, volgens zijn eigen zeggen, een zegen. Dat ik dus niet alleen dat verwezenlijkt heb, mijn ideaal om dus een top... vechter te worden, een topleraar te worden en mijn topgraden te krijgen. En dat ik dus het respect kan veroveren in de wereld op dat gebied, wat dus allemaal uitgekomen is en wat ik dus bereikt heb. Maar dat ik ook nu mijn Japanse tuin, wat ik altijd in mijn hoofd had, dat is nu geperfectioneerd. En dat vind ik fantastisch. Dan zeggen ze wel eens, waarom ga je niet op vakantie? Ik zeg, ik heb altijd vakantie, ik ga in mijn tuin zitten.